kinderen. Dat die spelletjes organiseren bij het lange weekend, zodat ze meer bewegen. Meiden, wat vinden jullie ervan hier? Is het leuk? Is het voor het eerst of hebben jullie het al vaker gedaan? Voor het eerst. En wat was het leukste spel tot nog toe? Ja, ook ik denk het is toch vet. Ja, ik denk het. 1, 2, 3. Nog een keer. 1, 2, 3. Wij dagen jullie uit. Maak een vlog met je vrienden, bedenk een sportieve challenge en win een dagje uit ter waarde van 300 euro. Want je kunt trakteren, maar je kunt ook gezond trakteren. En daar hebben wij iets voor bedacht en dat zit in dit cadeautje. Ja. Dat halen we maar helemaal af. Kijk, heel goed. En clean is de boy, dat is normaal. Bijna water, water. Water is de bron die zorgt dat wij bestaan. Water, kom maar water. Water uit de zee, nu in middel van de kraan. Druppel voor druppel, houd je koppie koel. Druppel voor druppel, jij weet wat ik bedoel. Druppel voor druppel, geeft een goed gevoel. Water uit de kraan, hashtag goed gedaan. Ik vind het helemaal geweldig. Ze zijn erg enthousiast over het scheppen en het helpen van de wethouder. En ja, ik zie het als een positief iets om kinderen te laten ervaren hoe planten groeien en hoe ze zien hoe een plant groeit, zeg maar. In januari 2014 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma Gewoon Gezond. Een programma wat eigenlijk uitvoering geeft aan het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Ommen en van de gemeente Hardenberg. Daarin stimuleren wij een gezonde leefstijl. Meer gezonde scholen, gezonde kinderopvang, gezonde openbare ruimte. Veel gezonde dorpen en wijken. Het houdt ook in dat wij met name proberen in dat proces daar zoveel mogelijk organisaties in mee te krijgen. Ik vind wel dat wij als gemeente ervoor moeten zorgen dat dat wij zoveel mogelijk stimuleren en een omgeving realiseren waarbij die gezonde keuzes ook mogelijk zijn. Resultaten zie je met name in het proces. En als je kijkt naar datgene wat wij doen, het realiseren van meer gezonde dorpen, meer gezonde scholen, meer gezonde kinderopvang, dan zie je dat daar de afgelopen jaren steeds meer organisaties zijn die aandacht hebben voor het thema.